wat ik nou toch weer las op internet. Van alle tampons blijkt 85% blijkt glyfosaat te bevatten. Dat is onkruidbestrijder van Monsanto. Argentijnse wetenschappers hadden dat ontdekt. En wat ze er niet bij hadden gezegd was hoe weinig het eigenlijk is per tampon. Het is namelijk voor iedere tampon 0,000002 gram glyfosaat per tampon. Dat is eigenlijk is dat één druppeltje gif op 250.000 tampons. Je kan het ook anders zeggen, voordat er gezondheidsschade optreedt, zul je 50 miljoen tampons moeten gebruiken. 50 miljoen tampons, dat is veel. We gaan even kijken hoeveel dat eigenlijk is. Kijk, een gemiddelde vrouw gebruikt in haar leven ongeveer 9500 tampons. Dus dat is een stapel zoals dit. Maar voordat je gezondheidsschade zou lopen, zou je een stapel tampons moeten gebruiken zo groot als dit. Dat is andere koek. Maar ja, nog één detail. Die 50 miljoen tampons, die zijn pas schadelijk niet bij gewoon gebruik, nee. Als je ze opeet. 50 miljoen tampons.